Hi, ik ben Shara. Ik heb vandaag gestemd voor de eerste keer. Ik ben vandaag jarig. Ik ben net 18 geworden. Dus allereerste keer stemmen op mijn verjaardag. En de eerste keer meteen ook met de burgemeester erbij. Dat is wel bijzonder, hè? Ja, inderdaad. Was hartstikke gaaf. Hij had ons opgehaald bij me thuis. Samen met mijn moeder, die was ook meegegaan. En we hebben in de auto gezeten hierheen. Hartstikke gezellige rit. We hebben een goed gesprek kunnen voeren. Hartstikke leuk kunnen praten. Het was hartstikke gezellig. Ja. Je woont in Bergen. Je bent nu in Egmond aan Zee aan het stemmen. Waarom deze locatie? Ik heb een wat meer sentimentele waarde aan deze locatie, vergeleken met wat herinneringen van vroeger. Dus ik vond het eigenlijk wel een gaaf plek om heen te gaan voor de eerste keer stemmen. En hoe voelde je in dat stemhokje voor de eerste keer? Ja, het was even rondkijken, dit en dat vinden, hopen dat ik daar niet te lang stond en de rij opviel. Maar het was wel gaaf en iedereen was hartstikke aardig en hulpzaam met waar ik heen moest en wat ik moest doen. Ja. Jouw leeftijdsgenoten, vrienden, klasgenoten, stemmen die eigenlijk ook? Ik denk dat er 2 of 3 anderen zijn gaan stemmen. Ik heb geen idee waar, wanneer, dit en dat. We wonen best wel ver van elkaar. En degene die wat dichter bij me wonen, die kunnen nog niet stemmen. Mooi hè, dat je zomaar met iemand mag gaan stemmen die 18 is geworden. Voor de eerste keer in het stemhokje. Ja, fantastisch. Het is gewoon een cadeautje op deze feestdag van de democratie. Ja. Is dat een traditie in Bergen? Ik wil het heel graag in ieder geval een traditie maken als het nog niet is. Maar volgens mij doen we het vaker. We hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen ook gedaan. Het is een mooie manier om niet alleen jarige nieuwe stemmers in het zonnetje te zetten, maar ook om de bewustwording onder jongeren te stimuleren dat stemmen echt iets heel belangrijks is. Dat het ook zeker over hun toekomst gaat. En dat het dus ook zinvol is voor henzelf om zich erin te verdiepen en stem uit te brengen. Ja. Leeftijd, het is natuurlijk provinciaal. Dat is al in landelijk wat minder, zeg maar, qua opkomst. Maar leeft het ook onder jongeren een beetje? Ik hoop het. Het is een lastig onderwerp. Het is wat abstracter. Waterschappen, provinciale staten, is ook vaak de vraag, wat doen ze nou eigenlijk? Wat ik wel merk als ik met jongeren spreek, is dat met name als je uitlegt dat de provincie een belangrijke rol heeft op het gebied van milieu, van verduurzaming, van de energietransitie. Maar ook bijvoorbeeld een hele praktische vraag als waar kunnen we in de gemeente Bergen gaan bouwen? Dat het dan wel heel erg gaat leven en dat ze ook wel het belang voor hun eigen leeftijdsgroep gaan inzien. En ik hoop dat dat toch heel veel jongeren heeft geïnspireerd om de gang naar de stembus vandaag te maken. Tot slot nog even. U heeft nog een 18-jarige naar de stemhokjes gebracht vanmorgen. We hadden vandaag 2 18-jarigen die vandaag ook echt jarig waren en voor het eerst gingen stemmen. En de andere was inderdaad Kobe van Laarsen. Die komt hier uit Egmond aan Zee. En die wilde verrassend genoeg in Bergen Centrum stemmen. Dus daar heb ik haar naartoe gebracht. Het was ook ontzettend leuk. Een kennismaking, leuk gesprek. En ook iemand die echt heel erg bezig is met het belang van stemmen en het politiek proces. We hebben de foto's van, die laten we nu even zien. Nou, hartstikke goed. En mijn oproep nog een keer herhaald. Alle jongeren, alsjeblieft, als je de kans krijgt, ga stemmen. Het is echt heel belangrijk, ook voor jullie. Nog even naar de dame naast u. Maak er een hele mooie verjaardag van, hè? Heel erg bedankt, dat zal ik zeker doen. Dank u wel.